En waarom was dat geloof zo belangrijk voor je vader en je moeder ook? Nou, ze zijn gewoon heel gelovig. Ja. Ze leven daar ook heel erg naar. En ik vind dat soms een beetje overdreven. Ik denk, joh, kan ik wel een onsje minder. Maar aan de andere kant, ze hebben bijvoorbeeld wel hun hele leven ten dienste van anderen gesteld. Ze hebben in vluchtelingenkampen gewerkt. Ja. En mijn vader heeft nu ook nog op een asielzoekerscentrum. Geeft hij Nederlands les. Ja. Dus dat soort dingen, ja, dat vind ik wel prijzenswaardig. Hoeveel kinderen waren er thuis? 4. 3 zusjes. 3 zusjes. En was er ruimte om af en toe eens een vraag te stellen van klopt dit wel? Ik deed dat al door. Oh. Tot grote ergernis. Ik zie nog wel eens oude filmpjes terug en dan ben ik altijd met mijn vader of mijn moeder in discussie over dit soort dilemma's. Zeggen, maar dat kan toch niet, pap? Als je nou stel voor, je hebt een tweeling. Ja. En die tweeling voed je allebei exact hetzelfde op. Mm-hmm. En de ene die neemt het geloof aan en de andere keert zich ervan af. Ja. Wie zijn schuld is dat dan? Dat soort discussies had ik altijd. Ja, je was de enige jongen, begrijp ik. Betekent dat dan ook? Want iedereen heeft vaak natuurlijk een eigen positie binnen het gezin. Wat was jouw positie? Ik was een beetje de ongrijpbare puber, heeft mijn vader wel eens gezegd. De ongrijpbare puber? Ja. Wat? Ik was vaak in gedachten verzonken. Ik ging erg mijn eigen gang. Wat waren dat voor gedachten? Waar ging het over? Nou, ik droomde wel veel weg over bijvoorbeeld wat ik nu aan het doen ben. Ik wilde wel, doordat ik in mijn jeugd veel gereisd heb... Ja. Dat is toch een soort virus wat je in je krijgt. Dat... Ik moet de hort op. Ja. Ik moet weg. Ik moet naar plekken waar bergen zijn. Waar ze anders eten, waar ze gekke taal spreken. Ja. Waar ze andere gewoonten hebben. Dat vind ik waanzinnig. Dus daar wil ik heen. Maar is dat een vorm van rusteloosheid? Of is dat nieuwsgierigheid? Of wat is dat precies? Combinatie, denk ik. Ik denk als je in je jeugd veel verhuisd bent. Ja. Ik ben in mijn leven 26 keer verhuisd. 26? 5 landen. En met jeugd bedoel je welke... Vanaf mijn geboorte. Tot? Tot mijn 17 in het buitenland, maar daarna ook veel in Nederland. Ik ben niet ergens geworteld. Nee. En het gevolg is denk ik daarvan dat je die onrust wel houdt. Maar het is een prettige onrust. Ja. Maar wat doet het met iemand die zo vaak moet verhuizen... in relatie tot het aangaan van relaties? Heb jij wel ooit echt de mogelijkheid gehad om vriendschappen te sluiten in je jeugd? Oh, dat is wel een goede vraag, ja. Ik ben nu getrouwd met iemand uit Noord-Holland... die altijd in dezelfde plaats heeft gewoond. Die heeft een vriendengroep van meer dan 30, 40 mensen. Ja. Dat is iets wat helemaal niet bij mijn leven hoort, zoveel vrienden. Maar als je eerst in Nederland woont en dan ga je weg... dan ga je naar Suriname, dan kom je weer in Nederland, dan ga je naar Afrika... dan ontmoet je allemaal mensen in dat soort landen ook... die daar maar een paar jaar wonen. Ja. En die verlies je dan weer uit het oog en dan komen er weer nieuwe. Je gaat je toch wel hechten aan mensen. Als je dan telkens weet, ik moet weer weg... Dan zou dat voor mij een reden zijn om me niet te gaan hechten aan mensen. Want ik weet toch wel hoe die relatie afloopt. Namelijk, die gaat doodbloeden. Ja, dat is wel zo, denk ik. Maar ik heb dat nooit als heel erg ervaren. Ik denk dat ik makkelijk van het een in het ander stap. Ja. Ik denk niet dat iedereen dat zo ervaart, maar voor jou gaat dat wel zo. Ja, gaat ook. Ja. Je hoort natuurlijk ook schrijnende verhalen van mensen die steeds moesten verhuizen en daardoor ook... Ik heb er nooit last van gehad. Ja. Ik zag het altijd weer als een nieuw avontuur. Altijd een nieuw avontuur? Altijd. Zeg maar, een nieuw avontuur aangaan kan ook sleets raken. Want je weet, er komt weer een nieuw avontuur, er komt weer een nieuw avontuur. En op een gegeven moment ben je ook wel verzadigd, denk ik. Nee. Ik ben echt nog steeds een klein jongetje. Ik werk nu met mijn zoon tegenwoordig. Ja, dat was... Wij reizen samen. Hij is redacteur, hè? Ja. Hij zei dat laatst. Hij verbaast zich erover dat ik als oude zak nog steeds als een soort van blij kind op Schiphol aankom. Want dan gaan we weer op avontuur. Mm-hmm. En dat heb ik. Dan doen we stiekem een sigaretje als niemand kijkt. Ja. Normaal rook ik natuurlijk niet. Nee. En dan gaan we spannend op avontuur. Dan gaan we naar een ver land en dan gaan we daar kijken of het lukt. Maar, ik zou daar nooit mee willen stoppen, huis. Nooit? Maar ik moet er niet aan denken. Ook als je weet dat je maanden, want dat begreep ik uit het boek ook... van je bent gewoon echt maanden van huis. Nee, ik ben iedere... Even kijken, hoor. Iedere 2,5 week... Ik ben 2,5 week thuis en 1 week weg, het hele jaar door. Dat is het. En je weet dat dat niet normaal is voor andere mensen. En ik zeg ook niet dat het abnormaal is, maar ik bedoel, dat is veel. Dat bedoel ik vooral. Maar ik voel me heel erg bevoorrecht.